nachtburgemeester komt van... Breda Nu. Je weet het meteen. In een stad als Breda is het belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft, zowel oud als jong. Deze week werd daarom de kindercultuurnachtburgemeester van 2019 gekozen. 3 scholen deden mee en vaardigden allemaal 1 kandidaat af. De uitreiking werd vrijdagochtend gedaan door burgemeester De Pla. Wat heeft hier zojuist plaatsgevonden? We zijn net bij de verkiezing geweest van de nieuwe kindercultuurnachtburgemeester 2019. Gaaf. Als je in eigen woorden moet vertellen wat dat precies inhoudt? Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen mee kunnen denken over cultuur en kunst in de stad. En daarom is er deze verkiezing, om hun een stem te geven en aan te kunnen schuiven bij allerlei culturele instellingen om daar hun ideeën waar te maken. De kinderdagburgemeester komt van de springplank. Ja! Hoe voelt het? Ja, heel leuk en ik ben echt heel blij. Ja. En wat voor plannen heb je vooral om... wat voor plannen ga je realiseren? Nou, we hadden al een idee om een groot scherm te, in Breda te hebben. En daar doet opdrachten vertellen tegen mensen. En dan moet je die opdracht uitvoeren met mensen die je misschien niet zo goed kent. Of juist wel, wat je maar wilt. Hoeveel macht heb je nou echt als kindercultuurnacht burgemeester? Nou, in ieder geval wordt je aan tafel gevraagd. En daar zijn we nog een beetje aan het onderzoeken, omdat eigenlijk willen we die macht het liefst natuurlijk een beetje uitbreiden. Dus op het moment gaat het vooral om het realiseren van een aantal kunstwerken, maar we zijn er naartoe aan het werken met allerlei organisaties in Breda. Om ook echt te zorgen dat ze mee mogen praten, mee mogen denken over programmering misschien wel, of nieuwe voorstellingen, dat soort dingen. Hoe ben je hier aan mee gaan doen, zeg maar? Hoe ging dat in zijn werk? Nou, op school was juffrouw het erover aan het vertellen en we gingen ook filmpjes erover kijken en toen gingen we dus stemmen wie uit onze klas er mee mocht doen. En ze hadden bijna allemaal op mij gestemd, dus ja, ik mocht eraan meedoen. Dit is de oude nachtburgemeester. Heb jij nog een tip voor haar? Ik zou er eigenlijk alleen maar plezier in hebben. En als ze vragen van wil je dit of dit doen, dan zou ik het eigenlijk alleen maar doen. Want ik heb eigenlijk nooit iets gedaan wat ik niet leuk vond of zo. En hoe vind je het nou dat de ketting nu om haar nek hangt en niet meer bij jou? Ja, ik vind het heel jammer, maar 1 jaar was ook wel genoeg. Het hoefde niet langer of zo, maar het is wel natuurlijk wel jammer. Ik ga ervoor zorgen dat het heel leuk uit gaat zien in Breda. Breda Nu. Je weet het meteen.